Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag, wat gaat er vandaag gebeuren, meneer? Volgens mij wordt de baron van het Ginneke bekendgemaakt. De baron van het Ginneke. Ik zou begot niet weten wie daar zou... Ik ook niet. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. En dat wordt vandaag gehouden hier in dit café Boerke Verschuren. Normaal doen ze dat hier op een grote vrachtwagen. Maar nou, omdat het een beetje klote weer is, bamersweer, noemen wij dat in Breda, is het nou bij Boerke Verschuren de nauwe vrachtwagen. We gaan kijken. Ga er mee? We gaan kijken. Kom, we lopen. En lopen die kant op. Zo. Meneer Ome Joop, ja, drinken doen we op de duur allemaal. Ik begin bijna te sterven. Yo, daar komt ie! Ja! Dankjewel, Nono. Even toch een paar woorden richting de mensen. Allereerst, hoogheden. Dank u wel dat u zich weer bij mij gevoegd heeft. Dat u weer de tijd heeft gevonden om mij te komen feliciteren tijdens deze heugelijke gebeurtenis. Dank u wel. En heb je er al zin in? Ik heb er altijd zin in. Carnaval is een feest, zeker bij ons in Giecheldonk. Elk jaar gaan wij gewoon maximaal knallen met z'n allen. Live muziek, feest, dus kortzamig wat, ja. En de volledige naam van de baron, kun jij die helemaal uitspreken? U beroemde baron Jean-Pierre Théodore, ancien combattant, of de Vigeron ancien combattant, nobiliaire et grand amateur de la Bichette Albière, le dernier du moment. Nee, dat lukt mij niet. Nou, ik zie dat u het echt beren gezellig heeft, klopt dat? Allemaal beren? Ik heb het heel beren gezellig, ja. Hoe komt het? Waar haalt u de inspiratie vandaan? Ja, weet je wat het is? Er is ooit een keer een tijd geweest dat je bij de McDonald's van die beestjes kon sparen. En die heb ik allemaal bewaard. En toen op een gegeven moment had ik er zoveel. Toen dacht ik van, laat ik eens een keer op mijn pak maaien. U bent Jos. Ik ben Jos. De Jos? Ja. En wat deden we bij Jos? Joske is natuurlijk een wagenbouwer en een muzikant. Muzikanten zijn heel belangrijk voor het carnaval in het Haagje. En natuurlijk de wagenbouwers ook. En weet je wat van hem is? Hij heet allebei. En muzikant en wagenbouwer. Schei uit, godverdomme. Ja, de bekendmaker is geweest. U bent het geworden. Hoe is het om weer de baron van het Ginneke te zijn? Ja, geweldig. Ik heb een lange tocht van mijn huis aan La Brachelle via de familie in Parijs. En dan eindelijk weer op het Ginneke Martje. Dat is altijd een heel fijn moment. En dan al die carnavalsvierders die hier weer zijn om mijn inauguratie te vieren. Geweldig, in één woord. Geweldig. En hoe gaat u ervoor zorgen dat er nog een betere carnaval wordt als vorig jaar? Ja, we proberen elk jaar er iets moois van te maken. En dit jaar ook weer. En we hebben het dik voor elkaar in het Ginneke. Dus dat zullen we ook laten zien ook. Staan er nog belangrijke gebeurtenissen waar we denken van nou dat is echt het hoogtepunt van deze aankomende carnaval? Ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen in het Ginneke, de ruilbeurs, we hebben onze veiling. We hebben natuurlijk in Vianden een aantal feesten. Dus hier in het Ginneke bruist het wel weer langs alle kanten. Nee, ik vind wel dat wij een heel mooi matchen met elkaar. Dat blauwe, dat blauw, daar staan we. Mooi in het vierblauw, dus hij krijgt vandaag namens Breda Nu een veer in uw reet. Daar ben ik blij mee. Zal ik afsluiten, de kijkers? Dat is de afsluiting. We zwaaien even naar de kijkers thuis. Houdoe. Fijne carnaval. Houdoe. Houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.